Hoi, een nieuwe aflevering van Fjellfras. En vandaag gaan we het hebben over hars en over harsolie. De harsolie uit dennensoorten, komt de Belarix voor, cedar, spar, dient ervoor dat de boom wonden zelf kan repareren. Eigenlijk een uniek proces. De olie die uit de boom komt, zoekt zelf de plaatsen op waar de verwonding zit. En de olie wordt uiteindelijk hars. En na miljoenen jaren wordt het zelfs barnsteen. Als je de hars verzamelt, wat ik zo ga doen, dan is het de bedoeling dat ik dat thuis ga verwarmen. Dan komt er een olie, een harsolie terug. Zou ik die nog meer verwarmen, wordt het bijna een soort pasta. En die stappen laat ik allemaal zien. En ja, in een volgend filmpje laat ik ook zien hoe je dan vetwood verzamelt. Vetwood is hout van grove den of spar, verzadigd met die olie. En perfecte brandstof, kun je eigenlijk ideaal elk vuurtje mee starten. Ook als het nat is, ook als het waait. Maar dat komt nog. We gaan eerst een heel bakje volmaken. De vervuiling die ertussen zit, dus de bast, die wordt uiteraard gewoon thuis wel mee verwarmd. En die zal ik daarna meerdere keren nog uit moeten zeven. Want we willen natuurlijk wel een zuivere olie. En daar kunnen we takjes en beestjes niet bij gebruiken. Nou, dit is de oogst. Na een minuut of 10. Mooi bakje vol. Nou, je ziet hier is een omgevallen grove den. De hars verzamelt zich in de oksel van de boom. Dat is een dode zijtak. En op het moment dat die tak afsterft, dan snapt die boom dat daar geen sap meer naartoe hoeft. Dus ook geen hars. En dan gaat het gewoon naar beneden, zakt het uit en dan zal het zich hier verzamelen. Andere plekken zijn wortels. Dus de wortels van de boom die kennen een hele grote verzameling van die harsolie. Geldt ook voor de stam uiteraard onderin als die afgezaagd is. Het is natuurlijk wel moeilijke oogsten. Dus we gaan kijken of hier wat in zit. Dat is toch altijd weer een gok. Nou, er is toch een klein stukje vetwood hier te vinden. Het is niet indrukwekkend, maar we laten het toch even zien. Nou, je ziet aan de bovenkant van het brokje donkere verkleuring. En dat is het vetwood, maar het is natuurlijk een heel klein beetje. Maar we hebben het wel gevonden. Nou, eenmaal thuis zie je dat de oogst uit het bakje in een heel klein pannetje zit. Op andere vlogs uit Amerika zie ik dat het altijd wordt gekookt op elektrisch fornuis. Ik heb gas en dat is misschien omdat men bang is dat het vlam vat, maar onzin. Dat doet het niet. Het ruikt verschrikkelijk lekker dit trouwens. Kijk, je ziet het is plakkerig spul. Het smelt ook erg snel. En dadelijk wordt het een dikke honing. ...achtige massa. En ik laat stap voor stap zien wat je daarmee kunt. Dat is vooral medicinaal de toepassing, maar je kunt er prachtig ook lijm van maken. Natuurlijm, daar wordt het veel voor gebruikt. En een combinatie met haar, dus het kan van je kat of je hond zijn, maar ook in de natuur. Of een combinatie met koolstof, dus denk gewoon aan een kooltje. Uit je kampvuur kun je er een fakkel van maken of een hele sterke lijmsoort. Nou, het is flink aan het koken. De walm die er nu afkomt, die wordt echt heel sterk. Oppas niet verbrand. Er zitten heel veel takjes, schubben en dennennaalden doorheen. Dus we gaan het nu filteren. Dat ga ik nu doen. Ja. Dat is goed genoeg. Door een metalen zeefje heen. Zo,
tot de laatste druppel, dat is zonde anders. Dit was een hele mooie kwaliteit hars. Was wel amberkleurig aan het worden, dus dat betekent gerijpte hars. En hoe amberkleuriger, hoe gerijpter, hoe beter ook de medicinale krachten ervan zijn. Je hebt ook mensen die het op die manier zelfs eerst heel lang laten rijpen. Nou, dat heb ik nu niet hoeven doen, want dat heeft die boom al gedaan. Want deze hars was duidelijk van, ik denk jaren oud. Prachtig product. Het lijkt wel honing. Het plakt nu al verschrikkelijk aan je vingers. De resten, de zeef, zijn nu al hard. Dus ga ik niet meer eruit te krijgen. En ik giet het bewust in het bakje. Dat is het stolt. Dat heb ik eigenlijk gewoon al die restjes en die brokjes in een prachtige mooie vierkante vorm. En kan ik het meenemen voor Bushcraft. Maar het eindproduct is eigenlijk wel dit. Uiteraard dus in die gestolde vorm. En dan kun je het meenemen om dus daar gebruik van te maken wanneer het nodig is. Als lijm, als vuurstarter, als medicijn. Nou, hier zien we het eindresultaat. Het is, 5 minuten eigenlijk al hard. Kijk, is dat prachtig. Nou ben ik gek op honing. Als ik dit zie, krijg ik gelijk honger. Grappig detail, tijdens het verwarmen ruik je enorm de harslucht. Nu niet. Als ik nu mijn neus erin stop, heb ik net gedaan, dan ruik je helemaal niks. Prachtig product. De bedoeling is, want dit is natuurlijk wel echt een Bushcraft product. Ik ben meer een survivalaar, freak en een prepper. Maar dit soort Bushcraft technieken wil ik toch ook wel graag laten zien. Als je dit meeneemt, we gaan het nou even uit het bakje halen. Ik hoop dat dat natuurlijk lukt. Dat lukt. Nou, ik had gehoopt heel beleven, maar dat is niet zo heel erg dit. Het punt is dat dit spul, als je dat meeneemt, heb je dus pure hars, schoon. En daar kun je een heleboel mee doen. Ik zie dat de lichtomstandigheden nu erg veranderen. Dus ik morgen zien we met ander licht dit filmpje verder gaan. Dit is opnieuw weer te smelten. En daar kun je dus vuurstarters van maken. En met name eigenlijk vethoed zelf maken. Eigenlijk, je zou haast kunnen zeggen, ja, wat de natuur al gemaakt heeft, maar soms lastig te vinden is. Dan gaan we gewoon maken. Nou, ik heb zojuist wat berkenhout gesplitst. En met dit gesplitste hout gaan we eigenlijk het vetwoed namaken. En uit meerdere andere filmpjes blijkt, uit een soort test, dat het eigenlijk zelfs nog beter brandt dan het echte vetwoed. Ik ga dadelijk binnen laten zien hoe we het gaan maken. Ik ga dus hun latjes nu kleiner maken. En dan gaan jullie dus zien hoe mooi het eindresultaat wordt. Nou, ik heb hier nou een elektrisch kookplaatje aan. We hebben gezien dat het verwarmen van de hars op open vuur ging en dat ging prima. Alleen nu ga ik de stokjes langdurig onderdompelen in die hete hars. Dat doe ik toch eventjes dan op deze manier. Aangezien ik het kleine pannetje weer gewoon wil gebruiken, ga ik de stokjes nog iets kleiner maken. Dat is ook geen probleem. Want deze firesticks of vuurstokjes, die ga ik gewoon klein maken, omdat het ook helemaal niet groot hoeft te zijn. Het zijn immers stokjes die je kunt gebruiken om later aan te steken om vuur te maken op een makkelijke manier. Ga ik uiteraard op het laatst ook laten zien. De hars zelf brandt overigens ook, maar gaat druipen. Steek je die aan, krijg je gewoon een soort gloeiend hete pek en is in combinatie met hout natuurlijk dus veel werkzamer. Dus kleiner maken. Zo. Dat is wel een goede maat, denk ik. Nou, ze zijn klein gemaakt. Zo. En dan gaan we weer de hars smelten. Zo.
prachtig. Dat gaat heel snel. Als je die hars dus gewoon mee zou nemen in een bakje bij het bushcraften, dan betekent dat dat je alsnog hout zou moeten vinden, splijten en dan met die hars bewerken. Nou, dat pannetje krijg je absoluut niet meer schoon. Zou ook betekenen dat je is voorbereid voor het kamperen, een pannetje mee moet nemen om dit te gaan maken. Ja, daar zie ik de meerwaarde echt niet voor in. Extra gewicht. Dus ik vind het ideaal om het gewoon thuis te maken. Dan heb je je eigen firesticks en dat is gewoon ook hartstikke mooi om te maken. Prachtig spul. En het werkt ook nog. Ik ga nu voorzichtig de houtjes er al in leggen. Het is niet helemaal gesmolten, maar ik moet er ook een beetje intrekken. Zo lang mogelijk. Zo, lekker. Trek er mooi in. Kan er wel wat bij. Deze hars is ook echt gloeiend heet. Een spetter voelt eigenlijk heter aan dan kokend water voor 100 graden. Ik vond ergens terug op een website dat ze dit ook vroeger gebruikten. In de middeleeuwen in plaats van pek om over andere mensen heen te gooien. Niet aan denken. Nou, het trekt er al mooi in ieder geval. Nog een keertje roeren. Zo, een beetje verdelen. Dit laat ik ook een paar minuten doorgaan. Nou. Dan gaan we ze laten drogen op die twee latjes, want anders druipt natuurlijk dat mooie kostbare hars uit het hout. En dan in het hout, dat willen we niet. Zo. Ja, de hars is gestold in 1-2 minuten. Vandaar dat het zo'n zootje is. Het plakt verschrikkelijk aan elkaar. Het is eigenlijk nu al gewoon hard. Sommige moet ik dus uit elkaar breken. Dat is ook wat. Nou, prachtig eindproduct, hè. Moet je nou eens kijken. Zo mooi. Zo mooi. Het eindresultaat is dit. Het lijkt wel kandijstokjes. En dan een keer de fik erin. Zo, die walm is niet echt gezond, maar het brandt meteen. Zo, mooi. Nou, hoewel dit natuurlijk hartstikke mooi is, komt er ook nog een filmpje over echt vetwood. Alleen tot mijn grote verbazing, en ik woon in een bosrijke omgeving, was er geen grove dent te vinden met vetwoedtakken. Die waren namelijk allemaal, zeg maar, uitgedund, de bossen dus. En op hele hoge plekken pas mooie takken te vinden. Ik viel ontzettend tegen. Het was eigenlijk best verbazingwekkend. In ieder geval, die komt ook nog een keer. Al denk ik zelf dat ik dit liever ga gebruiken dan vetwoed zoeken. En daarmee mijn vuur ga starten. Maar goed, dat is iets persoonlijks. In ieder geval, bedankt voor het kijken weer. Tot gauw.